Jullie kunnen vast oefenen voor als jullie 4 kinderen hebben. Dit is gewoon nu ons leven. Dit is de situatie. Een hele lieve goedemorgen. Het is vrijdag. Wij gaan 4 dagen weg naar vakantiepark in Brabant. En ik schaam me dood dat we zoveel meenemen. Ik snap het gewoon niet. Het is niet normaal. Jorg en ik hebben wel gewoon heel weinig spullen. Maar ik schaam me echt dood. Maar goed, ik ga het toch laten zien. De kinderwagen. Maxi Cosi. Laptops. Kleding van Zoe. Dan is dit de tas voor Charlie. Kleding, beddengoed en reserve omdat ze aan de dia was. Speelgoed. Eten. Eten. Nee. Nou. Wil je al in de auto zitten? Oké. Ben je er ook klaar voor het trappenkontje van me? Ja. Gaan we op vakantie? Ja! Ja hoor, we zijn gearriveerd. Daar zitten dus Rochelle en Willem, die we lekker 4 dagen komen opzoeken. Dit is ons woonkamertje. De keuken. Is nu al ontploft in een half uur tijd. En dit is de kamer van... Van wie? Van jou? Jou! Jou! Nou, we zijn net gearriveerd in de villa van de huismusjes. En mijn kind is al geadopteerd. Die zit lekker. Lekker bij Ras. Leuk hè? Ja. Het ziet er zo anders uit hier. Dan heb ik zo'n bel erbij. We zijn weer. Goedemorgen, ontbijten. Vind je het grappig? Ja. Oh, oké. Okay. Nu jij met die. Het is echt helemaal ingericht door Rochelle, zoals je kunt zien. Kijk haar er nou nog tussen. Jullie kunnen vast oefenen voor als jullie 4 kinderen hebben. Toch? Dat is toch het plan? Is beter gekeerd in huis. Die meiden zijn helemaal kapot, dus die sliepen binnen no time. Ik ben Jorg kwijt. En ik heb een vermoeden waar die is. Nou, tot zover mijn romantische Valentijnsdate. Gelukkig zijn we van de week al uit eten gegaan. En de man is moe. En dat snap ik ook wel. Hij heeft ook heel veel gedaan deze week. Ik ook. Ik ben bijna elke avond tot 11 uur aan het werk geweest. Maar ik zit nu ook een beetje zo te doen. Ah, jongens. Het gaat maar door. Maar het is bijna rustiger. Dus dat is ook fijn. Dus ik geniet even van dit momentje. Het is wel echt lekker. Je bent gewoon in Brabant. Het is een uur rijden. Wat het met je doet om gewoon even ergens anders te zitten. Gewoon, het geeft zoveel... Ja, ik heb echt een vakantiegevoel. Maakt dus echt niet uit waar je heen gaat. Gewoon lekker. En we zijn de hele tijd buiten geweest vandaag. Lekker de hond uitgelaten. En met de meiden gewoon banjeren. Dat is dan wel weer het hele fijne van kinderen. Dat gewoon meteen ook leuk is. Gewoon hier voor de deur is het al een feest. Ja. Hallo, goedemorgen allemaal. Zo. Nou, wij zijn lekker in het bos. Dat is ook wel nodig, want we hebben het gisteren heel laat gemaakt. Veel wijn gedronken. Dus we zijn even lekker aan het uitwaaien. Hier in de buurt van Schaik. En dit is het Docus de Das avonturenpad. Dat is heel leuk voor kinderen. Dus we gaan eens even lekker spelen met z'n allen. We zijn bij de boshut. Dit is een tip van Rochelle en Willem dat het hier heel gezellig is. Kijk, je kan hier ook lekker zo zitten. Mijn kater ontbijt. Oh jee. Van de hondtas.
poetsen. Ja, goed zo. Zo, we hebben echt een heerlijke dag gehad. We hebben, nou, het was best wel veel aan het regenen, dus we hebben veel binnen gezeten. Maar we zijn net nog even lekker het bos ingegaan om 1:30 of zo. Prachtige omgeving hier. Ik wil hier echt vaker komen, maar dat kan ook, want Ras en Willem gaan hier wonen. Echt leuk. Lijkt me heerlijk om hier te wonen. Maar jongens, we hebben dus wel af en toe tandenpoetsproblemen gehad met Charlie Vee. Problemen klinkt een beetje heftig. Ja, ja, dat wil ik even gaan vertellen. Ze poetst wel, maar ze poetst niet echt heen en weer. Dus ik vind het poetsen wel leuk. Vooral het opeten van de tandpasta. Maar nu heb ik dus net deze gegeven aan haar. En ze poetst gewoon, want die tandenborstel die vibreert natuurlijk het vel weg. Dus ik bestuur hem af en toe een beetje op haar tanden. Dus ik ben helemaal blij. Dus als moeders kijken en die hebben ook een kind die niet wil poetsen. Het schijnt zelfs zo te zijn dat je speciale elektrische kinderborstels hebt. Wat ben je nu aan het doen? Je moet wel echt een beetje zo naar je tanden, hè? Nou goed, dat doen we dus om de beurt. Dus ik vind het helemaal een succes. We zijn weer thuis. Home sweet home. Ik hou zo van ons huis. Het is zo fijn. We hebben lekker kaars aangedaan. En we zijn de boel aan het opruimen. Ik denk dat we wel al 3 uur bezig zijn met opruimen. Dit is de situatie. Lang leven kinderen. Nee, het was heel fijn om eventjes gas terug te nemen. En gewoon even echt quality time met elkaar te hebben. Het is toch zo anders als je een weekend weg bent. Hoe je met elkaar omgaat. Dan dat je gewoon thuis bent. Ik weet niet precies waar dat aan ligt. Maar het is wel heel erg mooi om te merken. Dat je veel meer stilstaat bij alle kleine dingetjes. En zelfs een dagelijks momentje als ontbijt of zo. Is dan weer gewoon een heel gezellig ding. Terwijl hier is het gewoon doodnormaal. Dus het was echt heel geslaagd. Het was echt mega gezellig. Ook met die 4 kinderen. Nou, ik ben ook live gegaan. Ik heb een live video opgenomen. Dat zijn de video's hiervoor. Die kun je zien. En nou ja, je ziet, het is gewoon 1 grote chaos. Met 4 kinderen erbij. En als je dan ook probeert af te spreken. Normaal bijvoorbeeld in een cafeetje of zo. Dan kan je geen woord met elkaar wisselen. Soms wel als je geluk hebt. En ze zitten heel lief te eten in hun stoeltjes. Maar dat is dus echt de situatie. En ik vind het wel heel grappig dat we dat hebben weten te vangen. In een live video. Dit is gewoon nu ons leven. Dit is de situatie. Ik ben af en toe ook wel blij. Morgen is het weer het crashdag. Dat ik weer even tijd heb voor mezelf. En gewoon voor mijn werk en zo. Maar goed. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. En ik wens jullie een hele mooie week. Ciao. Ik ben verstopt. Oh, ze praat. Waar zou ze zijn? Luister goed. Waar is Nijntje? Hier ben ik. Oh, ik hoor haar. Zijn ze mijn vrienden? Oh. Waar hoor je er? Het nieuwe spel dat ik gisteren heb gekocht. Nijntje speelt verstoppertje. Hier ben ik. Waar is ze? Nijntje. Nijntje. Ben je misschien hier? Ik ben hier. Oh. Ja! Yay, gevonden! Ja, gevonden! Nijntje! Spannend, hè? Ja! Verstopt! Ja! Dat is heel eng. Nog een keer! Nog een keer! Okay. Maar wacht hier tot mama verstopt heeft. Zoek Nijntje! Papa, wat denk jij? Is ze daar misschien? Hoor je wat? Oh! Ja! Gevonden! Yay! Wat goed van jou! Nog een keer? Ja. Okay. Kom maar. Papa, stoppen.